En hallo mensen, top je te kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney, ik ben hier vandaag in een potje Fracture. Het is een nieuwe gameplay op de Call of Duty service eigenlijk. Het had eigenlijk eerder dat je gewoon mensen moet killen, een soort van kill confirm, maar dan moet je de punten ook nog eens afleveren. En ja, dat was de eerste death, heel mooi. Het is eigenlijk de bedoeling dat je, ik hoop dat ik het even kan laten zien. Oh, godverdomme, waar komen ze vandaan? Ah, lelijk. Dat is gewoon aan de andere kant. Het houdt eigenlijk in dat je dus, even kijken, kan ik jou even mooi oppakken? Hier stond er net een. Kijk, je hebt je punten en die moet je hier afleveren. Je hebt ze van rood en van blauw. Rood is de tegenpartij en blauw ben je natuurlijk zelf. En dan krijg je allemaal punten voor, dus ik pak het gewoon zo allemaal even mee. Hé, hey, hier liggen ze ook op. Heel pack. Ah, had ik ze allemaal? Nou wel, dit gaat super snel dit met die punten. Kijk het dan gaan. We gaan even hier snel zitten. Ja, ik heb ondertussen, ik heb dus 2 kills, 3 deaths, 6 dings en ik sta meteen bovenaan met al die punten. Hartstikke mooi is dat. Dus, waar blijft het ding? Snel dat ding meenemen. Light beat strike, hartstikke mooi. Zo, dan gaan we, waar zit de fracture? Zo, hartstikke mooi. Zo snel het huis in, want ik stoot mezelf altijd. Hartstikke mooi. Niemand hier. Wow, shit. Ik dacht dat ik net een kill had, maar dat maakt niet uit. Dus ik ga je gewoon proberen een goed potje met een goede score mee neer te zetten. Dat lijkt me echt geweldig namelijk. Oh, shit. Ik zie niet waar iedereen zit hoor. Oké. Ah, fuck! Het is echt wel moeilijk, het valt best wel tegen eigenlijk, hoe makkelijk het is. Ah, schoot ik zo erg mis? Oh, wat slecht, wat slecht. Ik probeer dus gewoon even een goede score neer te zetten, tenminste, dat is in ieder geval het plan. Lekker score neer te zetten. Wow, shit, nee, dat wordt hem niet zo. Fucking hell. Het is soms zo moeilijk, hè? Ah, fuck! Waar speelt die guy mee? En dan Manowar. Ik speel ook heel veel gekillt door die guy met die Manowar volgens mij. Weet je dat idee heb ik de hele tijd? Oh, hier zit dat ding ook spontaan. Oh, what the fuck. Hoeveel. Dat ding, die guy heeft sowieso al veel van die dingen. Friendly UAV inbound. Oké. Ik ga dit ding terugbrengen. Maar het kost allemaal niks. Ah, fuck, ik schrok me kapot, man. Ik kijk. Mooi. Punten meenemen. Oké, dat komt goed. Ja, kills. Fuck! Oh, shit. Counter UAV inbound. Shit. Oh, dat was wel een beetje lelijk. Oké. Ah, het is er weer over, het is er weer bij. De lol is over. Oh nee, kom op nou. Dat is helemaal niet zo lekker. We staan wel voor, maar hoe we dat gedaan hebben, weet ik eigenlijk zelf ook niet helemaal. Spannend zie je niet? Oké, we lopen wel een rondje, Ah, kom op, ik kan echt nergens staan ofzo. Steeds weer die guy met die Manowar, wat is dat toch? Waar is die guy? Die guy speelt echt raar. Schiet me kapot. Oké. Oh, nee, dat is een teammate. Dat is de friendly. Ah, kom op. Weet die Manowar? Ik weet niet wat het is hoor, maar dat wordt hem niet zo. Oh. Sorry man. Zullen we dit even snel daar naartoe brengen dan? Dat zou toch mooi zijn? Kijk. Zo krijgen we nog punten. Oké, heel snel. Ik wil heel snel dat ding hebben. Heel snel die 5 punten. Kop, kijk. Mooi. Zo, kijk.
Deze potje duurt trouwens ook minder lang. Dus dan gaan we tot 75 punten of zo. Ik weet niet tot hoe ver precies, maar. Dus naar dat ding, want ik weet dat het potje niet meer heel lang gaat duren. Maar wij gaan tot 75. Lightning strike, weer. Oké. Okay. Daar. Zo, perfect. Hartstikke mooi. Oh shit. Nee. Oh. Ik ga gewoon negatief, hè. Hoe weet ik dit? Oh, ja, dat had ik beter niet kunnen doen. Oh, ik ben helemaal niet gefocust. Het is hartstikke warm. Ik ben in de vakantie. Nou, ik ben in de vakantie, dat is ook een beetje... Oh shit. Checkpoint. Oké, waar is dat ding? Waar is dat ding? Nee. Oh shit. Fuck! Oh, wat zonde. Ik moet echt meer kills hebben, dat is echt lelijk. Oké. Ah, kom op nou. Kom op. Oh. Ik speel te veel voor die dingen. Ik speel veel te weinig op het schieten zelf. Ik merk het ook zelf. Kom op nou. Kijk, die eerste team, die gaat lekker, maar ik ga gewoon ook niet lekker. Maar ik heb heel veel van die punten opgepakt. En daardoor sta ik nog vrij hoog. Ah, kom op nou. Kom op. Is dit geen goed wapen ofzo? Ze spelen allemaal met andere wapens. Oké, dat is ook niet zo gek op zich dat iedereen met andere wapens speelt, maar... Kom op, waar speelt hij mee? Oh, wie? Kijk, gewonnen. Nou, ik heb misschien heel lelijk gespeeld. Echt, dit is wel bijzonder eigenlijk. Ik speel nu te lelijk 14 om 23. Ik tik eeuwig zo. Oké, dat was wel een mooie kill. Dat geef ik toe. Maar het is ook van onze team. Dus ik vind het sowieso mooi. Simpel. In ieder geval is de game, ik weet niet of deze game tijdelijk is, zodat het een tijdelijke game mode is, of dat die blijft. Ik vind het zelf een hele leuke game mode, dus als die blijft zou ik het ook goed vinden. Ik vind hem echt heel tof. Ik ging hem niet zo lekker, echt, nee, maar ik heb wel lekker wat punten geplikt. Dus dat is op zich wel prima. In ieder geval, als je deze video genoten hebt, doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal hier beneden in de beschrijving. En er zal ik graag in de vakantie ook wat meer live streamen, dus check, dus hou ik zeker even mijn YouTube kanaal in de gaten en ook met Twitch, die staat... Het staat wel ergens. In de beschrijving of de homepagina, weet ik veel. Het staat wel ergens, kijk maar. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken en zeg ik laters, dag en heb alvast een fijne vakantie. Laters, dag en doei.